Ik in Sporthallen Zuid, waar zondag de onkruidbeurs was. Het ging om alternatieve opleidingen en het was weer een boeiend spektakel met heel veel vreemde dingen. Heel veel opleidingen, rare mensen, leuke mensen, verklede mensen. Wij vonden het in ieder geval erg leuk. Het is bijna Beltane, het feest van de Kelten. We hebben hier een ceremonie gedaan met een stenen spiraal, met de mensen van de shamanistische opleiding, met Roelien de Lange en anderen. Ik ga nu de kristal pakken die in het midden lag van deze spiraal. Zo'n onkruidbeurs is een plek waar de zoekers bij elkaar komen. Niet alleen uit Amsterdam, maar uit heel Nederland komen mensen die op zoek zijn naar iets anders. Naar een opleiding shamanisme. En wat dat precies is, moet je zelf maar eens gaan vragen. Maar dit soort opleidingen, dit soort vreemde dingen, terug naar oude culturen, terug naar hele vreemde belevingen, maar ook gewoon hele leuke dingen. Zoals dit beschilderen, niet alleen van dit kind, maar zelfs van deze dames die daar ondertamelijk bloot waren. En een soort act deden. Het alternatieve wereldje is al lang niet meer alleen maar yoga, kruiden. Onkruid is een heel breed spectrum aan alternatieve dingen. Mensen die zich bezighouden met massage, met heel moderne technieken zoals brainmachines. Waarbij je dus niet op deze traditionele manier, maar met een bril met lichtjes een soort relax situatie kunt bereiken. En op zo'n beurs blijkt dat dan door heel veel mensen toch even geprobeerd te worden. Die gaan daar dan zitten en kijk je maar eens naar de uitdrukking op hun gezicht. Dat schijnt toch wel een heel rustige, plezierige ervaring te zijn. Heel veel bedrijven in deze sector. Dit was het Amsterdamse Egosoft. Maar heel veel winkeltjes in Amsterdam bekennen ze allemaal wel. Mensen die van alles doen. Nou, dit zijn de Aura-foto's. In een vorige uitzending hebben we alles laten zien dat dat een beetje nep is. Dat die foto's nergens op slaan. Dat er gewoon lichtjes in de camera zitten. De kleurtjes kloppen nog wel, maar die worden gewoon met een klein lampje erin gedaan. Het is verbazingwekkend dat daar mensen werkelijk voor in de rij staan en dat er op zo'n dag duizenden foto's aan 25 gulden gemaakt worden. Want het is, ja, zeg het maar, toch een beetje oplichterij. We hebben dus een foto gemaakt een keer en toen zijn we weggedoken. Toen bleek er nog steeds een aura te zijn, terwijl wij er dus niet zaten. Dit is Oibibio. Kwamen we vroeger nooit tegen op zo'n onkruidbeurs, maar het schijnt niet zo vreselijk goed te gaan met hun cursusopleiding. De sauna loopt wel goed, het restaurant loopt goed. Het is een prachtige plek in Amsterdam, ze zijn heel erg bekend. Maar hun cursusaanbod, hun Oibibio opleidingen, dat is wat minder. Ze hebben wat dat betreft de kunst van het zijn nog niet verheven tot de kunst van het zaken doen. Maar Oibibio blijft zich in de picture space. Er zijn in Amsterdam erg veel van dit soort organisaties, centra. Soms hele leuke plekken, bijna altijd heel smaakvol, heel leuk ingericht, zoals deze, die heet Aurora. In onze wekelijkse agenda, New Age agenda, die iedere vrijdagavond wordt uitgezonden, noemen we vaak dit soort organisaties. Het is leuk om ze ook te laten zien. Dit is de Stichting Fun, laatst ook weer in het nieuws met een beetje negatief verhaal over wat er dan achter zit. Dat is jammer dat heel veel van dit soort organisaties dan tot vervallen in de beïnvloeding van de leden of de mensen die zich daarbij aansluiten. Wat dat betreft zijn zeg maar de meest oude technieken zoals yoga en de Theosofische Vereniging zijn nog wat stabieler. De moderne vormen van alternatief bezig zijn hebben de neiging, er komen wel eens wat problemen. Op de onkruidbeurs zijn heel veel mensen die zich weer even lekker lieten knijpen, even wat massage. Je ziet hier, dat zijn van die stoelen. Je kunt natuurlijk massage liggend op de grond doen, maar dit zijn van die stoelen.
En u ziet, je kunt dan ook heel wat kracht erop afgeven. Dit was van de Stichting Amsteldijk. On-site massagebedrijf. Eigenlijk een hartstikke leuk idee dat je als bedrijf waar de mensen last hebben van stress, dat je daar gewoon ook een op afroep massage kunt komen. De Theosofische Vereniging. De mensen die al sinds Madame Blavatsky bestaan en bijvoorbeeld heel erg geloven in, veel diep ingaan op dingen als de basis van de yoga. En dat is ook al heel oud. Patanjali schreef een boek over yoga in de 2e eeuw voor Christus. En dat was de man die, ja, als je het tegenwoordig zou vertalen, dan zou je zeggen, hij zegt yoga, dat je losmaakt van allerlei belemmeringen, is eigenlijk zeg maar, stop de machine. We gaan even kijken naar wat... Inleiding tot The Course of Miracles. Dat is een inleiding op het boek dat in 1999 bij ons zal verschijnen. En waarvan we nu al weten dat er ongeveer 2000 direct verkocht zullen worden. Wordt al de Bijbel van de Nieuwe Tijd genoemd. En dit is een inleiding daarop. De belangstelling voor dit boek is erg groot. En dit is het nieuwste boek van Hein Stufkens. Mededogen als menselijke bestemming met een voorwoord van Masoud Patel. Dat daar ligt, dansen tussen vreugde en verdriet. Het bestlopende boek van het afgelopen jaar van Ank Hermes. Wat kosten die ankertjes? Ja, veel boeken dus, veel boeken. Ank Hermes is een van de grootste op dit gebied. Heel veel alternatieve boeken. De boekhandels liggen tegenwoordig vol met New Age. U kent ze wel, dat, boeken als de Celestian Prophecy. Ja, de belangstelling is groot. Hier zien we wat plaatjes van iemand die astrologie, horoscopen maakt. Wim van der Kolk, hij maakt ze niet alleen, hij maakt niet alleen een astrologische kaart, maar maakt daar nog een prachtig kunstwerk bij. Een man die dus zijn kunst van de astrologie verbindt met de kunst van het, noem het maar, schilderen, vormgeven. Hallo, en hoe staat het met het Eigentijdsfestival? Ja? Prima. Ja. Dat is weer? Van 30 mei tot en met 1 juni. In Vierhouten op de Veluwe. En dan kun je heel actief meedoen met allerlei workshops. Dus dan hoef je niet alleen te kijken zoals hier, maar dan kun je meedoen. Dat is, en dan kun je kamperen met het hele gezin? Ja, met 3 dagen voor maar 175 gulden. Dus we verwachten mooi. En dan hoef je verder niets meer te betalen voor de workshop, de massage, alles? Alles is inclusief. Dat is echt prachtig. Ja. We zien je daar. Dank je. Leuk, tot ziens. Hoi. We komen allerlei mensen tegen natuurlijk daar, omdat we met Mystère natuurlijk ook heel veel doen aan dit soort alternatieve dingen. Dus het is voor ons in ieder geval probeer heel veel bekenden te zien. Dit is het Kushi Instituut, mensen die zich bezighouden met alternatief koken onder andere. Nou, gratis kookles. Iedereen maakt toch een beetje promotie. Brengen jullie het Yin-Yang Centrum. Ook een club die in Amsterdam wel bekend is. Ja, er waren wat beelden van de onkruidbeurs.